Dames en heren, hartelijk welkom. Het is even na negenen, een mooi moment om de vergadering van de raad van de gemeente Ommen te openen. En een ieder die hier aanwezig is, zowel de leden van de raad als het college, maar natuurlijk ook alle belangstellenden op de publieke tribune en de kijkers thuis, van harte welkom te heten. We hopen dat we een goede en voorspoedige vergadering met elkaar mogen beleven. Daartoe is een agenda opgemaakt en de eerste vraag is of we deze zo met elkaar kunnen afhandelen. Dat is het geval. Dan kom ik bij het vragenhalfuur. Er zijn twee vragen aangekondigd. En de eerste vraag is van de fractie van de LPO, de heer Bongers, denk ik. Ik mag u uitnodigen naar voren te komen met uw kaartje, die op correcte manier in het apparaat te drukken. Kijk, voorzitter, dank u wel. Ja, de eerste vraag betreft Witharen, de nieuwbouwplannen. Voorzitter, de lokale partij is groot voorstander van de bouw van 9 nieuwbouwwoningen in Witharen. De nieuwbouw van woningen zal een belangrijke positieve impuls geven aan de leefbaarheid van Witharen. En de LPO maakt zich echter wel zorgen over de totstandkoming van het beoogde nieuwbouwplan. Er bereiken ons zeer verontruste berichten waarbij het op lijkt dat er een tweedeling tussen de inwoners van Witharen aan het ontstaan is. Ook bij de communicatie van de inwoners met de gemeente is er onvrede. Dit kan niet de bedoeling zijn en de LPO vindt dat we dat ook moeten voorkomen. Om het nieuwbouwproject een feest te laten zijn voor alle inwoners van Witharen, heeft de lokale partij de volgende vragen. Kan het college aangeven welk tijdspad en stappen er gevolgd worden voor de totstandkoming van het nieuwbouwproject? 2. Is het college zich bewust van de ontstaande ongewenste situatie van tweedeling in Witharen met betrekking tot het nieuwbouwplan? 3. Is het college bereid om zich in te spannen om op korte termijn een breder draagvlak te verkrijgen voor de nieuwbouwplannen dan dat het nu geval is? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Ter Keurs namens het college. Voorzitter, dank u wel. Het college is vorige week nog op bezoek geweest in Witharen. We hebben niet kunnen constateren dat er sprake was van een scheuring. Er was wel enige ophef. Dat hebben we ook in de krant kunnen lezen. Dan nu naar de vragen. Welke stappen worden er gevolgd? Er wordt op dit moment gewerkt aan een bestemmingsplanwijziging en de daarvoor noodzakelijke onderzoeken. Die staan op de rol. Dat wordt waarschijnlijk maart, april van dit jaar. Ten aanzien van de veronderstelde tweedeling, die hebben wij niet kunnen waarnemen. We hebben wel kunnen waarnemen dat er verschil is van inzichten. Het hele traject hebben we gelopen met plaatselijk belang Witharen. Laat daar geen verschil van mening over zijn. We hebben bewoners één voor één geconsulteerd en uiteindelijk is gebleken dat er weerstand is gerezen en dat die weerstand heeft geresulteerd in het niet verder gaan ten aanzien van het overleg om te komen tot nieuwbouw in Witharen op die plek, conform de filosofie van Gophof, het afronden aan de rand van de kern langs de Tolhuisweg. Wat de bewoners die daar nu wonen en op dit moment een vrij uitzicht hebben, overigens vaste jurisprudentie geeft aan dat niemand in dit land een eeuwigdurend, zolang er in dit leven iets eeuwigdurends is, een eeuwigdurend recht heeft op een vrijblijvend of op een vrij uitzicht. Ze hebben aangegeven of elders, dat wordt lastig, dan heb je het over het sportveld van het schooltje, dat willen we niet. Of in de ten zuiden in de ecologische hoofdstructuur, dat wordt ook al lastig, want dan zit je met compensatie. Zij hebben gesteld dan maar een lintbebouwing richting het agrarisch bedrijf, vallend onder de geurhinder. Er is een alternatief en dat voorziet in een bepaalde clustering en een bepaalde schakeling. Alleen niemand heeft nog de gelegenheid gehad om dat voor het voetlicht te brengen. Dan gaat het om wat wil dan het college nog doen. We hebben dat tot ons genomen en we hebben dat doorgesproken. En er is inmiddels een datum geprikt, 22 februari aanstaande, is er een bestuurlijk overleg om toch het allernieuwste plan van de projectontwikkelaar, planontwikkelaar, grondeigenaar, om dat eens door te nemen met de bewoners. Waarin we proberen aan de kant van de agrarische bedrijven een cluster te krijgen van 4 woningen en de overige woningen zo te situeren dat de huidige bewoners van de Tolhuisweg toch een uitzicht hebben op het landelijk gebied. Dus dat je geen rijen krijgt van bebouwing, maar bebouwing die
vestpunt. Dat zal onze insteek zijn. Het overleg is de 22e. Is daarmee draagvlak gegarandeerd? Nee, dat is niet gegarandeerd. Maar we willen er dan wel op wijzen dat dat onze maximale inspanning is. En dat de grondeigenaar, exploitant van het gebied, inmiddels al wel 6 gegadigd heeft. En er zijn 6 intentieovereenkomsten getekend ten aanzien van kavels. Dus er is behoefte. Er is een verschil van inzicht. En ik probeer dat middels een bestuurlijk overleg daar draagvlak voor te creëren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk nog even naar de heer Bongers of hij eventueel een vervolgvraag heeft. Dat is het geval. U mag weer naar voren komen, ja. Ja, voorzitter. Het verheugt ons dat het overleg verder plaatsvindt en dat er ook wordt gekeken naar alternatieven en ook gedrag wordt om het draagvlak te vergroten. Alleen, wij hebben ook begrepen dat het plaatselijk belang zich op een gegeven moment heeft teruggetrokken. En u zegt, we hebben bestuurlijk overleg, maar met wie heeft u dan overleg? Met het plaatselijk belang of wie zijn dan de vertegenwoordigers? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u. Nogmaals, wethouder Te Keurst. Voorzitter, dank u wel. Dat overleg zal zijn met de bewoners, de huidige bewoners van de Talhuisweg, althans een delegatie daarvan. En als ze allemaal kunnen, zijn ze allemaal welkom. Niet met de plaatselijke belang. Het plaatselijke belang heeft ervoor gekozen om op dit moment geen bemiddelde rol meer te spelen gezien de ontstaande situatie. Ze willen voorkomen dat dit item een splijtswam wordt in de gemeenschap Witharen. Dus het zal zijn met de bewoners en als ze allemaal kunnen, zijn ze allemaal van harte welkom. En dan is een afvaardiging. Dank u wel. Ik denk dat daarmee de vragen zijn beantwoord. Dan geloof ik dat ik de heer Bongers nog een keer naar voren mag uitnodigen, omdat hij samen met het CDA ook nog vragen heeft over de actuele verkeerssituatie rond Varssen. Niet. Fietspad. Ook belangrijk. Met excuus. De heer Bongers. Dank u wel. Dat gaat. Kijk, LPO staat er. Voorzitter, het zijn vragen die gezamenlijk opgesteld zijn, CDA en LPO. Maar collega Schunselaar van de VVD zal daar waarschijnlijk zich ook in kunnen vinden. En de vragen die nog ontbreken, die laat ik dan graag aan mevrouw Schunselaar over, want het betreft wel hetzelfde onderwerp. En dat is Varssen. En dan gaat het om de reconstructie van Varssen. En dat heeft een heel lang verleden, meneer de burgemeester. Ik zal een inleiding geven, dat wellicht dat u wat helpt. Het CDA en LPO maken zich samen met de plaatselijke belang Varssen zorgen over de voortgang van de reconstructie Varssen. In november 2005 is een plan gepresenteerd dat de leidraad zou vormen voor de reconstructie van Varssen in het kader van natuurontwikkeling. Hierbij zouden ook de economische en sociale functies in het gebied versterkt worden. In de periode na 2005 werden gronden en boerderijen aangekocht om de reconstructie mogelijk te maken. In 2010 is daadwerkelijk begonnen met de aanleg van een nieuw fietspad en is nieuw natuur aangelegd. Echter, daar is het bij gebleven. Ook het initiatiefvoorstel van het CDA en LPO en gesteund door de hele raad voor het aanleggen van een additioneel fietspad bijna 2 jaar geleden is nog niet gerealiseerd. Naar aanleiding van de geconstateerde stagnatie van het plan voor de reconstructie van Varssen hebben CDA en LPO, en ik neem aan de VVD, vragen. 1. Kan het college middels een raadsbrief de raad voor 18 februari aanstaande informeren wat de feitelijke stand van zaken is met betrekking tot de reconstructie? 2. Is het college nog voornemens om uitvoering te geven aan de nog niet gerealiseerde onderwerpen van het reconstructieplan en de aangenomen motie voor aanleg van het additionele fietspad? 3. Tevens verwachten wij een nieuw tijdspad waarop de nog ontbrekende zaken worden ingepland met een duidelijk eindpunt waarop alles is gerealiseerd, inclusief het fietspad. Namens CDA en LPO, de heer Katerberg en ondergetekende. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik stel voor dat we eerst de beantwoording doen door wethouder Ter Keurst. En dan hebben we een tweede termijn. En zou mevrouw Schunselaar dan nog vragen aanvullend hebben? Dat kan zijn, maar dat geldt overigens ook voor iedereen dan nog die vraag stellen. Wethouder Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel. De vragenstellers zou ik willen wijzen op een brief van 26 januari, verzonden 27 januari. En als het goed is, heeft hij in het raadsportaal gestaan.
De laatste alinea, ik zal hem voorlezen. Met plaatsbelang Varssen hebben we afgesproken om in februari of maart een overleg met alle betrokken partijen te organiseren waaruit moet blijken of er overeenstemming is over een integraal plan inclusief tracé van het fietspad. De uitkomsten van dit overleg zullen wij aan u rapporteren. De hele maand januari is het bestuurssecretariaat druk geweest met het regelen van een gezamenlijk moment. Dat is uiteindelijk gelukt en het vindt plaats, het gezamenlijk overleg, op 16 maart aanstaande van 13.00 uur tot 14.30 uur te Ommen. Alsdan zullen wij u omtrent de uitkomst rapporteren, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk eerst even naar de heer Bongers en dan in ieder geval mevrouw Schunselaar zie ik ook. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde wethouder aangeven dat er in maart dan het overleg gaat plaatsvinden waarin alle betrokken partijen bij elkaar komen om de voortgang er weer in te brengen. We hebben echt ook een hele concrete vraag gesteld. Bent u voornemens om de nog ontbrekende punten ook werkelijk te realiseren? Wordt dat de inzet? Want we kunnen wel met z'n allen bij elkaar gaan zitten en een gezellige middag hebben. Maar het moet wel een doel hebben en het moet ook een eindpunt hebben. Dank u wel, voorzitter. Wethouder nog even wil blijven zitten. Kijk even of er verder nog vragen zijn. Als ik niet ik snap het enthousiasme, maar mevrouw Schunselaar. Nu mag hier wel komen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb nog even toch een aanvullende vraag. In hoeverre conflicteert het initiatief van Natuur en Milieu, de Vechtstreek en Natuur en Milieu Overijssel? En dat is dat initiatief over de Ommenschans. Ommenmars. Excuses. Wat hard vol van is, hè? Met de ontwikkeling van het project Varssen, want het heeft toch wel een samenhang met elkaar. En dat wil ik toch nog graag aan toevoegen aan datgene wat de heer Bongers en het CDA samen hebben ingebracht. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog even of er nog andere vragen zijn. Ja, de heer Katerberg, CDA. Hij doet het. Ik zou aan de wethouder willen vragen welke partijen er precies bij dat overleg zijn uitgenodigd. Want als Natuur en Milieu de Vechtstreek daarbij betrokken is, dan zult u geen overeenstemming bereiken. En dan is mijn volgende vraag, als die conclusie juist is, van wanneer komt u dan toch met het voorstel om daar het fietspad aan te leggen? Ja, wethouder ter Kurs. Ja. We zijn allemaal reuze benieuwd naar het antwoord. Vooral de fietsers onder ons, denk ik. Voorzitter, dank u wel. Het gaat om de leegstaande gebouwen. Ze worden antikraak bewoond. Erven Dunnewind en Erven Vedders. Nieuwe Brink in Varssen op locatie Erven Vedders. Fietspad Erven Dunnewind naar Fietspad De Ziel. En een natuurmuur. Hele leuke initiatieven. Het is voor ons als gemeente één probleempje. Het is niet ons eigendom. Ik ga niet over de groente die verbouwd moet worden in de tuin van mijn buurman. Dus we zullen er in gezamenlijkheid moeten uitkomen. Meneer Katerberg, en wie zijn dan die partijen? Dat zijn Staatsbosbeheer, de provincie, de gemeente en plaatselijk belang Varssen. Ga ik dat fietspad aanleggen, kan ik u niet toezeggen. Het gaat niet over mijn grond. Het gaat om, willen wij planologisch meewerken bij wat de provincie wil? Die heeft haar eigendom, die heeft er ook belangen. Die belangen verhouden zich niet helemaal met de belangen die Staatsbosbeheer heeft. Staatsbosbeheer is weer in bezit van de gronden waarover dat fietspad moet worden aangelegd, etcetera. Dus we hopen in maart de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Zonder natuur en milieu. Dan kom ik via natuur en milieu bij de Ommenmars versus Varssen. Varssen heeft bij mij de prioriteit. Dat ligt al heel lang, eigenlijk te lang. Dat moet opgelost worden. De Ommenmars, hoe leuk en hoe aardig en hoe milieutechnisch van aard interessant het ook is, dat is een particulier initiatief. Wederom op gronden die niet van de gemeente zijn, maar van de provincie. De provincie speelt met plannen om het op te nemen in de parels en schakels ten aanzien van het 10-torenplan, vind ik prima. Maar op dit moment heb ik daar geen bemoeienis mee. Er zit nog iets anders aan. Landbouw heeft daar namelijk ook een titel, want een deel van de Ommenmars is gewoon landbouwgrond.
Richting de heer Bongers ben ik van plan die ontbrekende schakels te realiseren, voor zover dat in mijn vermogen ligt. Ik zal er alles aan doen om partijen om de tafel te houden en eruit te komen. Maar ik kan u niks beloven. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Daarmee zijn de vragen voor dit moment, denk ik, afdoende beantwoord. Dan kom ik bij de vaststelling van het verslag en de besluitenlijst van 21 januari. Er zijn geen meldingen van tevoren gedaan, dus ik neem aan dat het vastgesteld kan worden. Aldus geschied. Dan kom ik bij een mededeling vanuit het college van BNW. Wethouder Schelen heeft een korte mededeling. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak Tinnenfiguurenmuseum versus de gemeente. De uitslag is dat de gemeente in het gelijk is gesteld. Dat wil zeggen dat de subsidie die wij hebben ingetrokken, dat dat overeind blijft. En er zal ook geen voorlopige voorziening hoeven worden getroffen. Het spreekt voor zich dat het college dit nu snel met het bestuur zal opnemen. Komende maandag is al een bestuurlijk overleg gepland. We zullen met het bestuur over de gevolgen hiervan uiteraard de gedachten wisselen. Tot zover. Dank u wel. Dan kom ik bij de hamerstuk. En het begint met de follow-up verslagjaar 2015. Horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Ommen. Kunt u daarmee instemmen? Aldus geschied. En dan brengt ons dat bij het eerste bespreekpunt van vanavond, de doorontwikkeling openbaar gebied. Dat is in de raadscommissie al uitvoerig aan de orde geweest, nadat u ook een presentatie heeft gehad. In de commissie is geïnventariseerd wie het zou willen bespreken. Toen heeft in ieder geval de fractie van de VOV aangegeven dat te willen. Zij heeft het ook voorbereid, weet ik. Dus ik wil graag als eerste het woord geven aan de heer De Jonge. De heer Middelkamp namens de fractie van de VOV. Zowaar. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij willen dit voorstel graag bespreken omdat het een heel kwetsbare doelgroep betreft, waar de VOV-fractie blij van is dat dit plan de doelgroep dichter bij ons brengt, dichter bij ons haalt en de kansen daardoor op reguliere arbeid zullen gaan toenemen. Wat betreft het punt van de driejarige begeleiding heeft de portefeuille in de commissie aangegeven dat die vooralsnog voor 3 jaar gerealiseerd wordt. En daarna zal worden bezien hoe die begeleiding eruit zal zien. Maar in ieder geval heeft de portefeuillehouder toegezegd dat dat een adequate, professionele ondersteuning zal zijn. En de VOV-fractie zal dit kritisch blijven volgen op het moment dat dat actueel wordt. Daarnaast, voorzitter, dankt de VOV-fractie de portefeuillehouder voor het beantwoorden van onze vragen in de commissie over de bezuinigingstaakstelling. Daar hebben we verder geen aanvullende vragen over, dus daarvoor dank. Maar, voorzitter, is de VOV-fractie nou helemaal blij met alles wat we over dit onderwerp kunnen lezen, dan wel kunnen zeggen? En dan is het antwoord helaas nee. En dat zal ik u graag toelichten. Naar onze mening, voorzitter, is er een gedeelte van de doelgroep die buiten de boot dreigt te vallen. En het is aan onze gemeenteraad om er alles aan te doen om dat te voorkomen. De mensen die buiten de boot dreigen te vallen zijn bijvoorbeeld leerlingen die op dit moment het speciaal onderwijs volgen en een forse beperking hebben en daardoor ook een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als voorbeeld, voorzitter, kunnen we noemen de schoolverlaters van de school De Maat. Vorig jaar is gebleken dat een aantal van de leerlingen die schoolverlater waren op dat moment niet zelfstandig naar een reguliere baan begeleid konden worden. En dat in een situatie waarbij De Maat eigenlijk bij uitstek een heel geschikte school is die bijna 100% scoort in het begeleiden van onderwijs in praktijksituaties naar succesvol bij een werkgever aan de slag raken. Als de schoolverlaters die bewust door de school nog een jaartje extra bij de school zijn gebleven, als die schoolverlaters straks in augustus daadwerkelijk op de markt komen, dan
is het zo vanwege hun ernstige beperking dat zij niet aan de slag zullen raken. Of niet aan de slag dreigen te raken, maar die kans is zeer aanzienlijk. Je weet natuurlijk nooit, het is nog geen augustus en we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar het is een vrij serieuze situatie en het is redelijk zeker dat zij niet aan de slag zullen raken. De ervaring leert, voorzitter, dat deze jongeren met een hele grote kans in de bijstand zullen terechtkomen, thuis gaan zitten. En de bewering is, en dat is uit onderzoek gestaafd, dat als je in zo'n situatie 4 maanden lang op de bank zit, dat dat bijna altijd betekent dat dat tot een situatie van 40 jaar op de bank zitten leidt. En dat is een situatie die we niet zouden moeten willen en dat leidt ook tot zeer ongewenste situaties. Denkt u aan eenzaamheid, denkt u aan verkeerde dagbesteding, denkt u aan financiële problematiek, etc. Daarom, voorzitter, heeft de VOV-fractie een motie voorbereid en in die motie willen we graag voor deze doelgroep, waarvan je met redelijke zekerheid kunt zeggen dat die buiten de boot vallen, voor deze doelgroep nadenken of we daar niet een vangnet voor kunnen organiseren in de vorm van een plan wat we opstellen, waarna we vervolgens besluitvorming zouden kunnen hebben, waarin deze doelgroep binnen de afdeling openbaar gebied, zoals dat ook geldt voor de 145 medewerkers die vanuit de SW overkomen, dan wel in een op te richten afdeling voor beschut werk, zodat deze mensen niet buiten de boot vallen. De motie, voorzitter, die we hier hebben geschreven, luidt als volgt. De Raad van de gemeente Ommen in vergadering bijeen op 4 februari overweegt dat door uitvoering van het raadvoorstel consequenties door ontwikkeling openbaar groen de kans toeneemt om van uitkering naar een reguliere baan te groeien, voor betreffende werknemers de kans fors toeneemt. Het in het voorstel genoemde aantal medewerkers van 145 de komende jaren vanwege uitstroom naar een reguliere baan of anderszins zal afnemen. En overweegt dat door uitvoering van de participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvindt in de SW voor deze doelgroep. De Raad is van mening dat door de verscherpte maatregelen in SW en Wajong schoolverlaters met forse beperkingen vrijwel geen arbeidsplek meer dreigen te kunnen vinden. Deze doelgroep zonder een redelijk arbeidsperspectief daardoor thuis dreigt te komen te zitten. Dit een grote kans in zich heeft op vereenzaming, financiële problemen, verkeerde inkomstenbronnen en ongewenste dagbestedingen. Deze doelgroep een goede kans verdient voor het opdoen van arbeidservaring, het zo regulier mogelijk werken, het krijgen van professionele aansturing en psychosociale begeleiding en het verkrijgen van betere mogelijkheden tot een reguliere baan. En daarom, voorzitter, draagt de Raad het college op, en dat zijn 5 punten. Allereerst een plan op te stellen en aan de Raad voor te leggen dat voorziet in de mogelijkheid om de hiervoor genoemde doelgroep, die woonachtig is in Ommen, een beschutte werkplek aan te bieden, dan wel, zoals in Onderhavig raadsvoorstel is genoemd, in dienst te nemen bij de afdeling openbaar gebied van de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Ten tweede, in dit plan een uitwerking te geven van haalbare aantallen voor nieuwe instroom bij de afdeling openbaar gebied en beschutte werkplekken, hierbij ook rekening houdend met het feit dat een aantal medewerkers uitstroomt van de afdeling openbaar gebied. In het plan een financiële onderbouwing van de kosten voor de uitvoering van het plan te maken. Ten vierde, de planning voor het opstellen van dit plan zodanig in te richten dat implementatie ervan direct na de zomervakantie 2016 kan plaatsvinden. En ten vijfde, financiële dekking voor het opstellen van het plan te vinden uit de algemene middelen. En gaat over tot de orde van de dag. Tijdens het begin van de vergadering heb ik hem al getekend en ik... En tot slot, voorzitter, wat de financiën betreft, als we kijken naar vorig jaar, 2015, dan zijn er behoorlijk forse bedragen overgehouden uit het budget sociaal domein. En we noemen dit nog eens graag als steuntje in de rug om te bezien in hoeverre deze middelen aangewend zouden kunnen worden voor realisatie en wellicht ook uitvoering van dit plan. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Dan is de motie ordentelijk ingediend. Gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en hij wordt inmiddels volgens mij rondgedeeld zodat iedereen er ook verder kennis van kan nemen. Ik kijk
eerst even rond of een van de andere raadsfracties nog in eerste termijn gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om iets te zeggen. Of dat ik het college kan vragen om te reageren, voor zover het zo snel kan. Ik kom net weer Katerberg. CDA-fractie. Ja, voorzitter, ik heb een verduidelijkende vraag. Het wordt in feite geduid op werkzaamheden in het groen. Maar de opleidingen op de maat die zijn natuurlijk breder dan het groen. En wat is nou de bedoeling van alle mensen in het groen? Of een beperkt gedeelte in het groen? Ik zou daar graag een antwoord op hebben. Dat is in ieder geval een vraag richting de heer De Jonge. Ik kan me zo voorstellen dat die... ik maak dezelfde fout, excuus aan de heer Middelkamp. Ik kan me voorstellen dat we die in de tweede termijn even pakken. En dat ik eerst even richting het college ga. Ja, wethouder Schelen namens het college. Voorzitter, ik houd maar even op spreekgestoel te 3. voorzitter, met betrekking tot de motie... Als ik de heer Middelkamp goed begrijp, dan denk ik dat de inhoudelijke duiding, dat we het daar wel over eens zijn. Ik denk dat in de precisie van de uitwerking die hij vraagt, nog wel een aantal grote haken en ogen zitten. Kijk, ik denk dat we met elkaar wel delen dat dit een kwetsbare doelgroep is, die ook extra aandacht behoeft. Daar zijn we het over eens. En het voorbeeld wat de heer Middelkamp noemt, namelijk de schoolverlaters, bijvoorbeeld van de maat, dat is inderdaad een doelgroep waar we specifieke aandacht voor moeten hebben. Daarover is ook gesprek sinds vorig jaar, een regulier gesprek ook met de maat, van goh, hoe gaan we hier daar nou mee om? Want het is zelfs zo dat wij met de bestaande instrumenten van de participatiewet niet alle leerlingen zo kunnen helpen. Weliswaar is het doelgroepenregister verruimd, maar veel van de desbetreffende leerlingen wonen thuis en genieten dus niet eens een bijstanduitkering. Met andere woorden, dan kunnen we ze zelf niet eens meer met behoud van bijstand inzetten. Dus ja, dit is problematiek waar we echt iets mee doen. Ik ben het overigens eens met de analyse van de heer Middelkamp dat de maat het op zichzelf genomen uitstekend doet, zeg maar met het brengen van leerlingen naar de arbeidsmarkt. Dat doet ze echt geweldig goed werk. En dat wil ik ook hier nog wel eens onderstreept hebben. Maar er zijn inderdaad een aantal schoolverlaters waar extra inzet op nodig is. Ik heb daar onlangs met de directeur ook over gesproken. We schatten dat zo op jaarbasis 4 personen voor een extra inzet, dat ook echt noodzakelijk is. Want anders blijft inderdaad dagbesteding. En ja, dagbesteding is een dure vorm. Nog los van dat het een oneigenlijke vorm is. Nog los van het feit dat het dus niet passend is bij de ontwikkeling die je bij deze kinderen zou willen. De vraag is dan, van goh, wat voor plan van aanpak zien we voor ons zeg maar, om hierin te voorzien? Nou, daar zijn we dus al mee bezig. Dus daar kan ik de heer Middelkamp wel in geruststellen. Ik weet uit ambtelijke kring dat men dat plan zeg maar, binnen een maand ook voorradig heeft. Dus zo vinden we elkaar. Als het dan gaat om de meer precieze dingen die de heer Middelkamp vraagt, dan heb ik daar wel een aantal zeer fundamentele bezwaren tegen. Die zal ik ook even benoemen. De eerste is dat de heer Middelkamp het wil toespitsen op de BOH zelf. En dat vind ik te beperkt. Dit is een inspanning die we moeten doen met de BOH, met LARCOM en ook breder. En zo wordt het gesprek ook gevoerd. Het tweede is dat ik het niet goed vind om dit zeg maar als een extra financiële last neer te leggen zonder een adequate dekking. Zo moeten we dat niet doen. Wij vinden dit een wezenlijk punt en u heeft volkomen gelijk van met de participatiewetmiddelen die we hebben moet dit toch te doen zijn. Dus dat wordt de inzet om dit met bestaande middelen dit punt ook echt aan te pakken. Daar zien we ook mogelijkheden voor. Maar daar moeten we inderdaad in dat plan van aanpak ook rekening mee houden. Samenvattend, voorzitter. Ik denk dat het item wat de heer Middelkamp duidt volstrekt terecht is. De duiding die hij geeft zijn we het snel over eens. De richting van aanpak ook. De snelheid van de aanpak idem dito. In een maand hebben we een plan van aanpak.
en ja, gericht op inzet van na de zomervakantie. De precieze instrumenten en de financiële dekking, daar heb ik grote moeite mee. Dus nou, dat zou mijn antwoord in eerste termijn zijn. Dank u wel. Dan kijk ik eerst naar de heer Middelkamp. Er ligt nog een vraag van de fractie van de CDA en mogelijkerwijs wil hij reageren op de inbreng van het college. Voorzitter, dank u wel. Allereerst de vragen van de heer Katerberg. Het is niet onze intentie geweest om het alleen op te duiden in de richting van het openbaar gebied. Hè, dat voornamelijk over groen gaat inderdaad. Maar we hebben er ook aan toegevoegd de beschutte werkplekken. Dat kunnen ook binnenwerkplekken zijn. Waar vooral, heb ik me laten vertellen, de dames die het betreft of zal gaan betreffen in de toekomst. Misschien qua arbeid meer tot hun recht kunnen komen. En hoe dat dan er precies uit gaat zien, dat beoogt de motie niet te dicteren of voor te schrijven. Maar het is breder bedoeld dan alleen maar het groen. Ik hoop dat dat antwoord is op uw vraag. En wat de beantwoording van de portefeuillehouder betreft. Verrassend, maar heel erg fijn om te horen dat we het over heel erg veel dingen eens zijn. De financiering ervan, daarvan hebben we gezegd van ja, desnoods dan maar uit de algemene middelen als er geen andere mogelijkheden zijn. Maar als het binnen de participatiewet te financieren is, dan, of in de bestaande budgetten, dan is dat natuurlijk nog heel veel beter. De toezegging dat het er over een maand ligt en dat de implementatie ervan, zoals ik u begrijp, na de zomervakantie kan plaatsvinden. Dat is ook prima, dus daarmee kunnen we wellicht concluderen dat de motie ingetrokken kan worden, omdat het niet meer toevoegt dan waar u op dit moment al mee bezig bent. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, dan concludeer ik dat de beantwoording van het college bij de fractie van de VOV toe leidt dat de motie wordt ingetrokken en dat wij over kunnen gaan tot stemming over het raadsvoorstel zelf. Mevrouw Schunselaar. Ik zou ook nog graag even iets willen zeggen over dit raadsvoorstel. Dat kan, die gelegenheid heeft u. Dan sluit ik nog niet helemaal af, dus dan kijk ik inderdaad nog even verder rond. U heeft helemaal gelijk of we nog andere behoeften hebben aan de tweede termijn. Dat is een correcte interventie. In ieder geval mevrouw Schunselaar, ik nodig u graag uit. Voorzitter, ik had anders het woord niet gevraagd, maar naar aanleiding van de laatste commissievergadering over dit agendapunt is toch iets blijven hangen. En ik heb daar in de tweede termijn nog wel even op doorgevraagd, maar op een gegeven moment was het afgelopen. En denk ik, ja, dan neem ik het gewoon mee naar de raadsvergadering. Daarom heb ik gevraagd om dat als bespreekstuk te doen. Ik heb in de commissievergadering de portefeuillehouder gevraagd naar de eventuele consequenties als het aantal SW's gaat afnemen, want dat willen we toch, en hierdoor ook minder leidinggevende personen nodig zijn. Met andere woorden, gaan dan de kosten ook afnemen. Daar heb ik geen goed antwoord op gekregen, of geen antwoord op gekregen, laat ik het zo zeggen. En ik heb ook gevraagd of de gemeente van mening is dat de aansturing en de begeleiding met minder mensen gedaan kan worden dan op dit moment. Ik heb een antwoord gekregen waar ik helemaal niets mee kon. Dat was letterlijk, want ik heb het opgeschreven, het zal niet direct duurder worden en we zullen het indirect goed begeleiden. Ja, daar kan ik geen chocola van bakken. Ik zou graag hierover iets meer willen weten. Dank u wel. Dan toch nog een keer wethouder Schelen. Ja. Mevrouw Schunselaar, voorzitter, ik zal mevrouw Schunselaar zo helder mogelijk proberen te antwoorden. Ik kan niet alles op helderheid krijgen, dat zeg ik op voorhand. Wat we weten is dit. Het eerste is dat we natuurlijk met de uitplaatsing van 145 medewerkers natuurlijk een besparing kunnen realiseren bij Larcom zelf. We hebben daarvan afgesproken dat we dat op een natuurlijke wijze doen. We hebben daar frictiegeld intern voor laten regelen. En natuurlijk zullen we daar goede begeleiding op zetten. Dat bedoel ik met de begeleiding. Goede begeleiding op zetten dat de managers, waar het in dit geval om staat, of de begeleiders binnen Larcom, op een andere wijze kunnen worden ingezet. Dat is één. Het tweede is de besparing die we
zelf hebben ingeboekt als gemeente, kunnen wij realiseren. He, daar hebben we ook schriftelijk op geantwoord, ook naar aanleiding van de vraag van de heer Middelkamp. Het derde is dat er is een beweging om nog meer mensen die thans SW zijn en beschut binnen, om die naar buiten te brengen. De realiteit gebiedt wel te zeggen dat dat maar mondjesmaat zal gaan. Maar dat gaat dan om een steeds kleinere groep. Hè? Via natuurlijk verloop zal er uiteraard vermindering zijn. Maar het is niet de verwachting dat op dat punt grote getallen zijn. Op het moment dat er sprake is van een groep, hè, zoals we dat nu hebben gedaan met groen, hè, dat we die toch elders kunnen plaatsen, ik verwacht dat niet direct, dan zullen we uiteraard ook kijken naar die begeleidingscomponent. En wij werken heel goed samen met LARCOM in het ATC-dienstenbedrijf, juist om die mensen ook goed aan de bak te krijgen. Helderder dan dat kan ik het dus op dit moment niet maken. Het gaat dus niet om de getallen, wel om het proces. Wij werken samen met LARCOM om de mensen daadwerkelijk ook goed aan de bak te krijgen en te houden. Ik denk dat het wel goed is, het is me duidelijk geworden ook in de commissie, dat we op het punt van werk en WSW later dit jaar in de klankbordgroep nog eens een keer uitgebreider van gedachten wisselen. Zodat we ook kunnen laten zien van oké, hoe die processen in feite werken. En dat u ook wat inzicht krijgt in hoe het daadwerkelijk gaat. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer rond of dit afdoende is. Voor dit moment is dat zo. Ik constateer nogmaals dat de fractie van de VOV de ingediende motie heeft ingetrokken naar aanleiding van de beantwoording en bespreking. En dan kom ik tot de vraag of u kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Dat is het geval, dan heeft u unaniem conform besloten. En dan komen we reeds bij het laatste agendapunt van vanavond. Dat is een stuk dat op verzoek van de fractie van D66 is geagendeerd. Het betreft een onderzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen. Eigenlijk naar de werking van gemeenschappelijke gemeenschappelijke regelingen en de sturing daarop vanuit de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de fractie van D66, zo heb ik begrepen, dat het vooral een discussie is tussen de verschillende raadsfracties. Namens het college ben ik in principe portefeuillehouder. Dus ik heb even met de heer Katerberg afgestemd of ik hier zou blijven zitten of niet. Maar ervan uitgaande dat het voornamelijk een discussie tussen de raadsleden is, blijf ik maar even zitten. Zou het zo zijn dat het toch op blijkt dat het college daar heel actief zich in moet mengen. Omdat u dat wenst, dan wisselen we van stoel. Maar als het niet per se nodig is, dan blijf ik hier. En als er toch behoefte is aan een reactie, dan kijken we even. Akkoord? Ik denk de heer De Vries Robles, maar dat weet ik niet zeker. Is het wenselijk dat ik de reden waarom ik dit heb laten agenderen nog even toelicht? Ja, misschien is dat wel mooi. Ja, dan zal ik, kan ik dat van hier doen? Nee, we hebben een kathede voor verzonnen. Oké. Met kaartje. Voorzitter, na dit hilarische begin wil ik toch wel het voorstel, of in ieder geval de reden waarom dit geagendeerd is, serieus toelichten. Wij hebben in deze raad het laatste jaar gepraat over een gemeenschappelijke uitvoeringsdienst voor het sociaal domein. En we hebben met name toen ook bij de governance op dat verhaal stilgestaan. Wij hebben in het kader van de oprichting van onze BOH en ook vaker in het kader van de begroting van de BOH zoals die bij ons binnenkwam, regelmatig over de governance gesproken. Dat heeft ook bij de evaluatie van de BOH een rol gespeeld. We hebben toen met elkaar gezegd dat er een eenvoudiger bestuursmodel moest komen. Dat is gerealiseerd. Maar waar het in feite om gaat, is dat het hier gaat om constructies, gemeenschappelijke regelingen, waarbij doordat in het stuk wordt uitgelegd dat er verschillende manieren zijn waarop je die samenwerking kan vormgeven. Maar wij hebben de gemeenschappelijke samenwerking in ieder geval zo vormgegeven dat daar niet rechtstreeks raadsleden in vertegenwoordigd zijn. Maar dat dat over het algemeen gaat via collegeleden. En de vraag die zich dan voordoet is van
We hebben het in principe allemaal om regelingen waar de raad een gemeenschappelijke vormgeving van samenwerking met raden in onze naburige omgeving aangegaan is. En de vraag die dan inderdaad in governance zin dat oproept is van hoe heb je nou als raad nog invloed op de gebeurtenissen in die gemeenschappelijke regelingen? En nogmaals, wij zijn vertegenwoordigd door onze collegeleden in het bestuur van die regelingen. We krijgen keurig netjes altijd de begroting voorgelegd. En dan mogen we een zienswijze indienen. En we mogen ook op elk moment collegeleden verzoeken om ons in de raad te komen uitleggen hoe het met die gemeenschappelijke regelingen ervoor staat. Maar waar het feitelijk om gaat, is dat wij doordat we uitvoeringsactiviteiten gezamenlijk vormgegeven hebben, we eigenlijk ver afstaan van hoe in die uitvoeringsregelingen de zaken zich ontwikkelen. En dat is de reden dat ik gevraagd heb om op de agenda te zetten, want er zijn afspraken mogelijk, denkbaar, die het mogelijk maken waardoor wij als raad meer betrokken worden bij wat daar specifiek gebeurt. En niet in de zin van zelf vertegenwoordigd zijn in die regeling, maar wel, stel dat er een beleidsvergadering is van die regeling of de begroting wordt voorbereid, dan worden daar keuzes gemaakt. En in dat proces kunnen wij het college vragen, als er een vergadering op de rol staat, bijvoorbeeld voor zo'n gemeenschappelijke regeling, wilt u nou eerst de agendapunten die daar op de rol staan met ons bespreken en dan kunnen wij ook ons mening geven en u desnoods met een boodschap op pad sturen. En dat wil nog niet zeggen dat wij grote invloed krijgen in gemeenschappelijke regelingen, want zeker bijvoorbeeld een aantal gemeenschappelijke regelingen die wettelijk zijn opgelegd, werk je met grotere aantallen partijen samen. En het is wel zo dat de besluitvorming daar over het algemeen gemeenschappelijk, dus laten we zeggen, op een uniforme manier moet plaatsvinden. En dan kunnen wij natuurlijk als gemeente Ommen of als gemeenteraad Ommen best wel een eigen mening hebben over een bepaald punt daarin. Maar dan zul je zien dat die invloed eigenlijk nog getrapt en heel erg verdampt in de gemeenschappelijkheid, zou ik maar zeggen. Maar het blijft het punt dat van hoe willen wij als raad betrokken zijn bij die zaken die in die regelingen plaatsvinden. Anders dan in verantwoordende zin financieel. En ik heb volgens mij al een keer eerder de parallel gegeven. Laten we zeggen, in de Tweede Kamer gebeurt een analoog proces in de zin van dat wij als lid van de EU betrokken zijn bij besluitvorming op EU-niveau. En dat er in de Kamer de formele afspraak gemaakt is dat als een van onze regeringsleden naar zo'n EU-conferentie gaat, dat dan de aandachtspunten die daar op tafel liggen in ieder geval van tevoren met de Kamer gewisseld zijn. En zo'n soort afspraak zouden wij ook kunnen maken. En dat is de reden waarom ik het op de agenda gezet heb. En ik hoor graag de motivatie en aandachtspunten van mijn mederaadsleden. Dank u wel, ook voor de toelichting op het agenderingsverzoek. Ik kijk naar de verschillende fracties in hoeverre en in welke mate zij hier op zouden willen reageren. Ik kijk maar linksom, ik begin met de fractie van de CDA. Mevrouw Bakelaar. Ja, voorzitter. Dit is natuurlijk wel. Kijk, ik heb het stuk gelezen en toen dacht ik, ja, het zijn aanbevelingen natuurlijk specifiek ook gericht op de situatie Dalfsen. Hè? Maar als je hem in het verlengde naar Ommen trekt, dan kun je natuurlijk afspraken met elkaar maken. Ik denk op sommige fronten dat dat goed zou zijn voor gemeenschappelijke regelingen. En dat je naar een soort van Ommer-model zou kunnen komen waarin je de checklist gebruikt zoals ook in de bijlage 1 staat. Waarbij je dus afspraken maakt over hoe wordt er gerapporteerd of wanneer wil je zaken vanuit de uitvoering weten. Als ik even kijk persoonlijk naar de aanbeveling van de Rekenkamercommissie van Dalfsen, gaat dat ook wel ver. Wordt er ook voorstellen gedaan om een werkgroep in te richten en dat soort zaken. Dus ik zou willen kijken, maar ik ben ook heel benieuwd hoe de collega's dat zien. En eigenlijk een advies willen hebben toch van het college.
of van de BOH, van hoeveel tijd neemt dat in beslag als we nu een hele inventarisatie gaan houden? Of waar is dat nodig? Of zou je dat misschien bij een nieuwe gemeenschappelijke regeling kunnen doen? Of waar we het over gehad hebben met de risico's in het sociaal domein. Want daar hebben we heel de risicomanagement inventarisatie gehad. Komt daar uit naar voren ook een dergelijk punt van de governance code? Want dan zou ik hem meer praktisch proberen op te pakken dan dat je een heel traject zou moeten gaan starten nu met een inventarisatie. Maar ik kan me voorstellen, kijkende naar bijvoorbeeld alles rondom de jeugdproblematiek en ook hoe we dat ingeregeld hebben of het sociaal domein, dat we daar kijken van waar zijn logische verbindingen te maken. Want er zijn wel degelijk een aantal zaken in die governance checklist waarvan ik denk, nou, dat zou niet verkeerd zijn als we daar als gemeente Olmen ook scherp naar kijken als gemeenteraad. Maar dan wel praktisch in te passen bij wat nu voor ligt. Dat zou dan mijn eerste reactie zijn, voorzitter. En meneer de Vries, gebles. Dank u wel. Ik ga even de kring verder rond. De heer De Jonge, namens straks van de VOV. Ja, voorzitter. In eerste aanleg hadden wij een beetje het idee van, we hebben zelf een rekenkamercommissie en wat moeten we nou met die Van Dallessen? Maar toen wij het stuk lazen, waren wij eigenlijk wel zeer content met het rapport wat aan het college en de Raad van Dallessen is voorgesteld. Want in diverse raadsvergaderingen hebben wij al aangegeven dat wij wat meer grip willen hebben op samenwerkingsverbanden. Ik heb er ook verwezen naar uitspraken van onder andere Binnenlands Bestuur, maar ook van onze eigen organisatie, raadslidnu.nl. Daar zijn Gerrit en Gerrit samen is op een seminar geweest over dit onderwerp. En dat heeft ons heel erg aangesproken, want eigenlijk zie je gewoon, en dat zegt Binnenlands Bestuur en raadslidnu ook, dat je als raad bij samenwerkingsverbanden, en hoe meer er zijn, hoe meer grip je kwijtraakt. Dus gelezenden hebben het rapport, maar ook de aanbevelingen en de checklist. Ja, zouden wij eigenlijk willen voorstellen om de aanbevelingen over te nemen. En dat wil ik dan even in vragende vorm naar u als portefeuillehouder doen. Van hoe kijkt u er tegenaan? Hoe kijkt het college naar de aanbevelingen? En over de relatie tussen de raad, de bevoegdheden van de raad en de samenwerkingsverbanden die we hebben. Want ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet helemaal helder op het netvlies heb van welke samenwerkingsverbanden wij aangesloten zijn. He, dus eigenlijk één ding in de aanbevelingen die aangeeft van, geef eens aan de raad aan welke samenwerkingsverbanden er zijn. Ja, die spreekt ons zeker aan. Dus de vraag is van, hoe kijkt het college aan tegen de aanbeveling en hoe zou u daar zelf mee om willen gaan? Sorry, met excuus. Ik ga door naar de fractie van de VVD, mevrouw Lagas. Ja, voorzitter, heel even met twijfel of ik nog iets aan toe moet voegen, want ik denk dat het effect van zo'n stuk is natuurlijk, je leest de aanbevelingen en je bent eigenlijk een beetje op zoek van wat zullen we daar nou mee gaan doen, dus dat proefde ik wel bij meerdere vanavond. Maar ik denk dat het inderdaad verstandig is om de inventarisaties even te hebben en is even als college ook die aanbevelingslijst langs te gaan wat wijsheid is. Maar het is ook aan ons natuurlijk en het is een Het was een beetje onvoorbereid stuk in dit geval. Want je leest het, ja, het is. Maar ja, ik moet meneer De Jong wel gelijk geven. Je hebt het natuurlijk zelf ook wel eens over dat je denkt van waar zitten we in dit soort processen? En er komt wel eens wat langs en je tikt het weer af en het gaat weer door. Maar het is voor ons ook wel eens interessant om daar wat meer over te weten. En dus te kijken van waar hebben we grip op? Hebben we de grip op? Is het nodig om de grip op te hebben? En wat zijn de effecten daarvan? Dus ik kan me eigenlijk wel aansluiten verder bij de voorgaande sprekers. Dank u wel, de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan me eraan aansluiten bij de vorige sprekers, wat ook het CDA aangaf. Er staan een aantal aanbevelingen in het stuk en dat ook wel andere instellen van de werkgroep. Dan vraag je wel gelijk af hoeveel tijd gaat daar wel niet in zitten. Aan de andere kant hebben wij ook een soort mandaat gegeven aan het college als een vertegenwoordiger in die gemeenschappelijke regelingen. En als je dus van tevoren elke raad wil consulteren hierover, volgens mij hebben we een gemeenschappelijke regeling met 26 andere gemeenten, als ik het goed heb. Voor een aantal geldt dat. Nou, dan heb je het wel over een tijdsbestek, wat nogal
behoorlijk veel tijd met zich meeneemt. Maar goed, het stuk aan zich en wat ook al eerder gezegd is, daar kan ik me wel weer aansluiten. Het is wel goed om inderdaad eens goed inzicht te krijgen met wie en met wat. En wat dat betreft kan ik hier inderdaad wel in meegaan. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de LPO, de heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zien graag een pragmatische aanpak. Mevrouw Bakelaar van het CDA gaf dat ook al aan. Kijk, er zijn in het verleden, en we kiezen nog steeds bepaalde samenwerkingsvormen. Daar kies je heel bewust voor. Daar kies je ook bewust voor dat daar een bepaald bestuur wordt boven hangen met een bepaalde mandatering. Dan kun je tot de conclusie komen dat dat misschien in het verleden te weinig is gereguleerd wat betreft informatievoorziening en dergelijke. Dat kan en dan moet je misschien zo'n samenwerkingsvorm opnieuw evalueren en bekijken. Dat is één. Maar twee, verwachten wij ook van de vertegenwoordigers van ons, en of dat nou collegeleden zijn of andere leden, dat die hun actieve informatieplicht serieus nemen. En dat zal in het meeste geval zal dat het college zijn. En op het moment dat daar belangrijke beslissingen aan lijken te komen of veranderingen, dan verwachten we ook dat we daar actief in geïnformeerd worden. Want als je al de samenwerkingsverbanden actief moet gaan volgen, ja, dan schiet je gewoon je doel voorbij. Dat lijkt me nou juist niet de essentie van zo'n samenwerkingsverband. Ik begrijp wel de zorg, want dat hebben we zelfs al met de BOH, maar die hebben we ook bewust op afstand gezet. Dat je niet over alle ditjes en datjes wil praten, maar tegelijkertijd wil je wel feeling houden. Daar zit natuurlijk een spanningsveld, maar laten we het alsjeblieft pragmatisch houden en er geen academische discussie van maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik tenslotte bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is dat wij dit stuk digitaal hebben ontvangen, anders had ik dat kunnen zetten bij de boekjes over de invloed van de raad en samenwerkingsverbanden die ik al in de kast heb staan. En als je even googelt, dan vind je naast dit rekenkamerrapport ongeveer nog 100 andere. En daarmee is er natuurlijk nog niets veranderd. Het valt mij op dat elk van de collega's wel spreekt over toch een zekere mate van beïnvloeding. Ja, als je wat aangaat. Maar het is natuurlijk ook een feit dat wij een stuk geschiedenis kennen, al samenwerkingsverbanden bestaan. En de vraag is in hoeverre we dan bij de gang der zaken nog invloed kunnen uitoefenen op wat in een groter verband besloten wordt. Met name, of vooral, hoeveel speelruimte is er eigenlijk om nog een afwijkend standpunt in te nemen. En ik denk dat we dat gewoon zullen moeten accepteren als feiten. Je kunt dat wel of niet aardig vinden, maar de keuze is of je neemt geen deel aan zo'n samenwerkingsverband of wel met alle gevolgen van dien. Dat is misschien een wat passieve houding, maar echt een oplossing hierin zie ik niet. En je kunt aanbevelingen krijgen om van alles en nog wat te organiseren. Ik vraag mij dan in gemoede af, wat is dan haalbaar? Wat is reëel? En dan ben ik redelijk snel uitgepraat. Of iemand moet hier nog het ei van Columbus vinden. Dank u. Ik denk dat mijn beantwoording ertoe gaat leiden dat een aantal van u wil interveneren. Dus ik denk dat het verstandig is dat de heer Katerberg toch maar even de hamer overneemt. Als je nou voorkomt, of opmerkingen voorkomt die tot interveneren leiden, dan hebben we dat probleem niet aan orde. Kijk, dat is wel aardig, want ik dacht ik kan eigenlijk voor twee rollen kiezen. Hè? Want ik heb twee kaartjes, één is voorzitter en ander is burgemeester. Ik zou vanuit beide perspectieven eigenlijk wel antwoord kunnen geven. Dus ik ben niet zo schizofreen dat ik eerst dit kaartje erin stop en dan zeg nu schakel ik even naar het andere kaartje en ga ik onder die noemer door. Dus ik blijf maar even onder deze titel doen. Maar het is op zich, eigenlijk was ik het wel heel in belangrijke mate met de heer Bongers eens. Maar het is ook wel een discussie en het is die handicap heb ik een beetje, ook mijn academische achtergrond. Dus ik heb hier, althans ik meen hier ook nog een klein beetje verstand van te hebben. Dus je kunt het ook vanuit die invalshoek benaderen. Ook is wel interessant dat wij gisteren een avond hadden over een thema waar wij in het voorjaar ook verder over komen te spreken. Daar hadden wij professor Bogers ook voor op bezoek om de avond te leiden. Toen heb ik hem en marge nog even geprobeerd hierop aan te spreken, maar uiteindelijk is daar niet een heel gesprek over tot stand gekomen, want dat had ik nog wel aardig gevonden.
En dan kijk ik ook maar even naar de heer Van der Mooren, die zijn best heeft gedaan op Google. En dan is hij ongetwijfeld ook een onderzoek tegengekomen waar ik zelf de hand aan heb gehad. Omdat ik een jaar of 6, 7 geleden als voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente West-Stellingwerf eigenlijk een soortgelijk onderzoek heb gedaan. Ik heb overigens niet de pretentie dat het dezelfde kwaliteit had als van professor Bogers, maar het probleem was wel hetzelfde. En het is ook wel een actueel probleem, en dat ben ik wel met de heer De Vries Robles eens, dat met al die gemeenschappelijke regelingen en de diversiteit daarin en ook de variëteit aan verantwoording, ook bijvoorbeeld in jaarverslagen, het best ingewikkeld is om daar eenheid in te vinden. En het simpelste is dat je zegt, we hebben een model ommen en dat leggen we op en u rapporteert maar op die manier. Het vervelende is dat al die gemeenschappelijke regelingen weer voor andere partijen werken en iedereen zo ook weer afwijkt. Nou, dat is misschien ook wel het mooie van ons publieke bestel, waarin er ook onderscheid en verscheidenheid is en we ook onze eigenheid kunnen kiezen, zoals we dat in Ommen ook doen. Maar de keerzijde daarvan is dat je ook moet proberen in die gemeenschappelijkheid tot een vorm te komen. Ja, en het is inderdaad zo dat hoe meer je in gemeenschappelijke regelingen doet, hoe verder dat toch in zekere zin op afstand van de gemeenteraad komt. Dat is denk ik gewoon het reële verhaal. Dat wordt ook onderkend in het rapport en in heel veel rapportages die ook vanuit allerlei instanties zijn geschreven. De heer Van der Mooren refereert daar ook aan. Of zijn er dan vervolgens ook heel veel bestuurskundigen die zeggen, kijk, daarmee is ook aangetoond dat opschaling eigenlijk de enige oplossing is, want dan ben je dat probleem ook kwijt. Nou, of dat zo is, dat waag ik te betwijfelen. Laat ik dat ook maar gewoon hier heel helder zeggen, want ik denk dat er ook andere oplossingen zijn. En soms moet je overigens ook je inspiratie in het buitenland zoeken. Dat is misschien wel aardig, maar zijn natuurlijk als Ommen ook een grensgebied actief. En we zijn ook in de regio actief. Een aantal van u participeert daar ook in het bestuurlijke circuit. Overigens is dat weer net veranderd. Maar in Duitsland heb je natuurlijk de vorm van de kreistaak. In Duitsland heb je dingen die prima op communaal niveau geregeld zijn. Sommige dingen zeg je, ja, daar zijn de gemeenten misschien te klein voor. Die regelen geagreëerd. En dat doen we dan met een aantal gemeenten samen. En vervolgens is er een soort van afgevaardigd bestuur wat daar feitelijk de rol van gemeenteraad gaat vervullen. En daar zijn dan weer fracties voor. Nou, dan is de politieke verdeling ook weer aardig en dat vindt zo een vorm. Het enige vervelende is, dat is een mooi voorbeeld uit het buitenland, maar dat laat zich niet zo makkelijk in onze situatie introduceren. Maar het is misschien wel iets waar je door wat kunt laten leiden, ook in dit soort discussies. Ik vind één element in het onderzoek wel interessant, en dat gaat met name over hoe je ook de informatievoorziening aan de voorkant regelt. En ik zat net even met de griffieren te overleggen van wat doen we nu wel en wat doen we nou niet precies. Kijk, laat me maar beginnen met constateren dat het is niet allemaal unisono geregeld. Dus in, voor zover ik dat kan overzien, de meeste gemeenschappelijke regelingen waarin wij acteren. Overigens, het overzicht van verbonden partijen staat natuurlijk in onze begroting, laat ik dat ook nog een keer noemen. De meeste gemeenschappelijke regeling waarin wij acteren is eigenlijk het bestuur aan het college. En het college verdeelt het volgens de portefeuilleverdeling. Soms zijn er meerdere bestuurders actief. Bijvoorbeeld de Rotbrink BV CV is geen gemeenschappelijke regeling, maar daar ziet u bijna alle bestuurders weer in acteren. Dat kan ook in andere GR zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de DB en AB van de bestuursdienst. Nou, zo ziet u daar wat verschil in. Maar het is wel goed dat het bij het college ligt. Ik heb ook de variant meegemaakt nog tot in 2015 als lid van het college van GS in Groningen. Dat ik in het bestuur zat van een gemeenschappelijke regeling, maar met een drietal staatleden. En stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid bent en namens de gemeenteraad zitting neemt in een gemeenschappelijke regeling. En u doet daar dingen met de beste intentie, maar uw collega gemeenteraadsleden zijn het niet met u eens. Vinden eigenlijk dat u verantwoording moet afleggen. Nou, dan doet u dat hier. Ja, en dan? Kijk, je kunt mij naar huis sturen, ieder moment van de dag. Dat is vast een hele geruststellende gedachte. Maar dat geldt niet voor uw collega's. Daar ben ik toch een beetje aan overgeleverd. Dus in de sfeer van de verantwoording is dat weer niet zo handig. Dus zeg maar, het feit dat in de wet dualisering ook is voorzien dat de dagelijks en algemeen besturen eigenlijk in handen zijn van het college, is denk ik wel een verstandige ontwikkeling. Laat onverlet, hoe leg je nou hier verantwoording af? Nou, ik denk dat het ook goed gebruik is dat je dat gewoon langs de normale beleidslijn, langs de normale BNC-cyclus doet. Maar waar je wat over na zou kunnen denken, en nou, dat wil ik ook wel graag doen, is hoe je aan de voorkant in ieder geval de raad misschien kunt informeren. Hoe zou dat kunnen? Door in ieder geval de vergaderingen die openbaar zijn ook gewoon netjes even bij de griffie neer te leggen.
zodat de raad in ieder geval kennis kan nemen van wat er op de agenda staat. En mocht dat tot een vraag of een interventie leiden, kan dat natuurlijk. Laat onverlet dat het college zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en altijd achteraf ter verantwoording geroepen kan worden. Maar misschien is dat een manier. Ik moet even kijken of dat in praktische zin haalbaar is, want we zijn natuurlijk ook weer afhankelijk van derden. Maar dat zou mogelijkerwijs iets kunnen doen. Wat in ieder geval natuurlijk wat misschien actiever kan, is de verslagen van de vergaderingen gewoon ter inzage leggen. Dan kunt u daar ook gewoon kennis van nemen. Dat is allemaal niet zo heel complex. Dus dat zou in ieder geval op een goede manier moeten kunnen. Dan kunt u misschien wat meer gevoel krijgen bij wat er gebeurt. En mocht dat aanleiding geven tot, dan kan de vraag oproepen. Wat misschien wel een mooi voorbeeld in dit kader is. We hebben de laatste vergaderingen van het algemeen bestuur van de bestuursdienst. Ik kijk even naar rechts. Bezoek gehad. Dat was niet zo gebruikelijk. Het zijn overigens openbare vergaderingen waar in de regel niemand op afkomt. Maar een van uw collega's, raadslid voor de ChristenUnie in Hardenberg, vond het vanuit zijn volksvertegenwoordigende rol wel interessant om eens te kijken wat gebeurt daar nou eigenlijk. En ja, wat doen die bestuurders van mij? Hij deed dat vanuit Hardenbergs perspectief daar. Nou, dat was wel boeiend. Met name omdat ik geloof van de drie vergaderingen die hij bezocht, heeft alle drie binnen 5 minuten klaar waren. Dus dat gaf wel een bepaalde indruk van wat daar gebeurt. Maar desalniettemin, nou, ik wil u daar ook niet aanbevelen, want een aantal van u heeft daar ook wel van gezegd, ja, dan wordt het allemaal wel heel omslachtig en dat zou het niet moeten. Maar laten we het zeggen, die vorm vind ik wel interessant om toch nog eens even over na te denken. Nou, er zit in dat rapport, wat ook natuurlijk gewoon voor Dalsen is geschreven, ik ken de situatie in Dalsen niet of onvoldoende om te kunnen veronderstellen dat het gelijk is aan hier. Dus je kunt nooit één op één zeggen, dat zou je hier moeten doen. Maar er zitten een aantal elementen in van wat ik in ieder geval wel goed zou vinden om in de evaluatie die we ook voorzien hebben op, ik dacht, donderdag 25 februari, maar ik kan er nu naast zitten. Om te kijken of een aantal van deze elementen gewoon ook op die avond eens even naar voren kunnen pakken. Om te kijken van, hé, hoe zit dat nou precies? En zou dat voor ons interessant zijn? Nou, als ik het zo bekijk, dan denk ik, het is een actueel vraagstuk. Het leeft, het speelt hier ook. U moet niet te veel werk op de schouders krijgen, maar ik kan me ook het gevoel voorstellen waar u aan refereert. Nou, ik zou dan mogelijk aan de voorkant iets aan kunnen doen. Dat is in ieder geval een idee wat ik zelf heb. Daar zal ik nog eens even verder naar kijken of dat ook reëel is. Daar kan ik op die avond in ieder geval iets over zeggen. En ik denk dat het goed is om de overige punten gewoon op die avond verder onder de loep te nemen. En te kijken of u daar al dan niet iets mee wilt. Ik zeg er wel bij, het is wel een heel zwaar rapport in de zin van de aanbevelingen. Dus het is, ik wil niet zo ver gaan door te zeggen, het is met een kanon op een mug schieten. Dat is absoluut niet aan de orde. Maar u moet zich ook even de gezonde vraag stellen. Is alles wat hierin zit nou van toepassing op de situatie in Ommen? Of moeten we daar op iets genuanceerder naar kijken? Ik zou voorkeur geven aan dat laatste. Maar laten we die verdiepingen ook zoeken op de avond zoals die is aangekondigd. Voorzitter, daar wou ik het graag bij laten. En ik heb dus ook een beetje als raadsvoorzitter gesproken, zeg ik er maar direct bij. Ja, dat meen ik al begrepen te hebben. Ik heb een aantal toezeggingen gehoord. Die zijn keurig netjes opgeschreven door de griffier. Die komen in het verslag terug. En de toezegging dat we er 28 februari nog weer op terugkomen. Of 25. Ja. Nog iemand behoefte om te reageren op datgene wat net uitgesproken is? Nee, dan sluit ik dit onderwerp af. Dan dank ik de heer Katerberg voor het overnemen van het voorzitterschap. Dan is het 9:20. Constateer ik dat wij een vergadering afgerond hebben. Dank u voor de aanwezigheid. Ik nodig u nog graag uit voor een glaasje fris en een nootje. En ik wens u een fijne avond in ieder geval verder en graag tot volgende week.